Goedenavond. Helaas kan ik er vanavond niet bij zijn, maar op een onrechtstreekse manier ben ik er wel bij. Ik sta hier namelijk in Berlijn tijdens het Gallery Weekend, enkele weken geleden, op een vernissage van Jan Scheers, die ik zelf al vele jaren ken. En vanavond in Antwerpen een overzicht tentoonstelling over het werk van Jan en dan vooral het werk van Jan in de theaterwereld. Hoe het theater hem eigenlijk bezighoudt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken Jan vele jaren en Jan slaagt er wonderwel in om inderdaad het leven soms voor te stellen als één groot theater, wat het, en dat weten we allemaal, eigenlijk ook wel is. En wat mij altijd enorm heeft bewonderd bij Jan, is dat hij heel goed aanvoelt of bepaalde zaken dan ook uitvergroot die in onze samenleving vandaag, morgen en wellicht ook decennia's die komen, eruit springen. Hij houdt als het ware een spiegel voor en die spiegel is ook eigen aan het theater. Want wat is theater anders dan een spiegel voor te houden van een samenleving naar aanleiding van het ene of het andere werk. Met andere woorden, heel veel succes aan Jan en ik hoop, dames en heren, dat u er allemaal enorm zal van genieten. Dank u wel en viele grüßen aus Berlin. Zo'n duif vertelt meer over de tekeningen van Jan Scheers dan u wel denkt. Waarom? Omdat die duif, deze Italiaanse, Venetiaanse duif, beweegt. En dat is exact wat de tekeningen van Jan Scheers doen. Niet alleen zit er veel beweging in de tekeningen van Jan Scheers, maar zijn het tekeningen die ook doen bewegen. En ik denk dat dat de grote kunde en kunst is van Jan. Dat hij beweging in iets, wat toch iets bewegingsloos is, een tekening, maar dat er toch in kan brengen. En u, als je daarnaar kijkt, doet dat uw brein ook bewegen. Je ziet beweging. Je ziet niet iets statisch. Je ziet iets bewegen. En dan heb ik het zowel over lichamen als zielen. Dat klinkt een beetje dingen, maar ik bedoel wel dat het op de twee niveaus werkt. Echt de beweging van een dans of een beweging of iemand die loopt of expressief een theatertekst is aanbrengen. Meer specifiek in de voorstelling die ik had met Hans van Kouwenbergen, 237 redenen voor seks, is Jan ook komen tekenen. Er zat veel beweging in en ik heb die beweging ontdekt en teruggevonden in die tekeningen. Ik heb er toen ook een hele reeks van gekocht, omdat het meer dan een foto een fantastische herinnering is van wat het lichaam en de ziel was van die voorstelling. En dat maakt de tekeningen van Jan zo straf. Hij is ook heel geëxciteerd als hij die tekeningen maakt, en dat is goed. Want die excitatie, die een drang om die beweging te vangen in die tekening, die zie je ook op het moment dat hij die aan het maken is. En hij is een paar keer gekomen en het was altijd toch een feest om Jan erbij te hebben. Niet dat wij dan anders gaan spelen, maar het gaf de voorstelling toch een bepaalde injectie. Maar ja, als je beweging wilt, dan kun je dat vinden in een tekening van Jan. En Jan, veel succes met je tentoonstelling. Ik kom zeker kijken als ik terug ben. Een fijne groet uit Venetië.